Ja, vrienden van de BNB Vol Liefde. Wat hebben we weer een hoop onzin moeten verwerken, hè? Ja, 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 ja. Beginnen we maar gelijk met bril op hoofd. Nou, oh, en is toch ook ongelie Martijn daar in Portugal. Wat een onzin is dat allemaal. Ja, die ziet ongeveer een halve dag die Venna. Ja, juf. Ja, die juffie. En hij helemaal... Helemaal hout op de botel van juffie. En daarna wordt er dus een nieuwe dame ook nog naar hem toegejaagd. Die redactie, hier, knettergek. Want hij was al helemaal in de wolken van juffie. En daar komt dus een nieuwe, een Linda. En hij gaat gelijk tegen die Linda weer zeggen van... Nou, ik ben al bezet. Terwijl juffie denkt van, ho, ik ben hier net, weet je wel. Dus dat is me daar een spektakel en een onzin, werkelijk in een paar minuten tijd. En dat moeten wij als kijker, moeten wij dat allemaal maar verwerken, vrienden. Dat is niet zo makkelijk, nee. Ja goed, die Linda natuurlijk weer weg, dat begrijp je. Die was woedend, hebben we geen beelden van gezien. Die redactie denkt, oh, dan hebben we hier geblunderd hier. En dat hebben ze ook. Nou goed, en die en juffie, die denkt alleen maar... Oh, wat moet ik hier mee aan? Want ja, want die bril op hoofd, die duikt er volop op die juffie. Nou, en dat gaat niet goed komen hoor, denk ik. Nee. Want juffie denkt uiteindelijk bij zichzelf, wegwezen hier. En zeker met die ouders. Nou, goed. Dat is dus bril op hoofd. En dan kwamen we in de volgende onzin terecht. Want toen zagen we dus bij Rettiketet, daar op Madeira, die zagen we dus, die Bassie, die Ben, die zagen we dus vertrekken. Nou oké, dat wisten we al, want die was dus niet ons soort mensen, dat weten we. Hij is niet OSM. En onze Bassie, die spreekt geen Frans. En als je geen Frans spreekt, dan doe je bij Rettiketet niet mee. En je moet dus wel behoorlijk bekakt praten. Anders doe je daar bij Rettiketet niet mee. En die andere kakineus, die Tjerk, nou die voldoet wel natuurlijk aan die eisen. Dan kunnen ze lekker die keelklanken uitwisselen tegen elkaar. Nou, ik erger me er zo aan, vrienden. Heb je gezien hoe die Bassie werd uitgezwaaid? Dat voel je gewoon door je tv-scherm, voel je gewoon het dédain, dat kruipt er gewoon doorheen. Dat voel je gewoon. Weet je wel, nog eventjes, hij, die kakkieneus nog even van, heb je pet niet vergeten, hè? Weet je wel, die, nog even katten, weet je wel. Wat een vervelendigheid. En daarna, gelukkig, kreeg die kakkieneus hem uitgemeten. Heb je dat nog gezien? Ja, dan ging Rettiketet. Die ging weer als die schooljuf de keer tegen hem. Ja, dan werd hij weer even op zijn nummertje gezet. Oh, heerlijk. Als OSM elkaar ook een beetje de maat neemt. Hè. Dat is zo ontzettend leuk. Ja, nou, en we hopen dat niks wordt daar. Daar hoop ik op, ja. En van harte zelfs. Nou, in ieder geval schakelen wij heel snel door, vrienden, naar de allergrootste onzin die we met elkaar hebben zitten te bekijken. Dat is Naveltruitje natuurlijk. Nou zeg, ik bedoel, wat moet ik daar nou allemaal mee? En ik heb haar al de lange leegte genoemd. En ik heb al gezegd dat je met haar in gesprek bent met een echoput. En dat is nu volkomen gebleken. Want wat blijkt nou? Die Dave, die fitness, die noemen we even fitness. Die fitness, die zag het dus niet zo zitten. Die werd niet verliefd. Nee, want die zat daar dus al weken. En die zat daar wel een beetje zo het zogenaamde leuke maatje uit te hangen. Nou, die had hij genoeg van. Dus die zegt tegen Naveltruitje, nou, ik ben eigenlijk niet zo verliefd. En is het maar beter dat ik wegga. Nou, dat vond ze wel geweldig eerlijk dat hij dat zei. Nou, maar het volgende moment, toen was het niet meer eerlijk. Want toen was hij oneerlijk, want hij vond haar zomaar ineens helemaal niks meer. En wat had hij helemaal niet gezegd? Dat had die fitness helemaal niet gezegd. Maar goed, zij voelde zich dus gewoon enorm afgewezen.
En kijk, mij is beledigd zijn. Een aveltruitje. En toen kreeg hij ook nog eens een keer de volle laag. En toen was hij nep. En toen werd het dus heel erg ongezellig tussen de twee. En toen zagen we een ijskoud afscheid. En nou ja, zeg. Hallo. Nou, wij weten nu met z'n allen wel, hè, natuurlijk. Ja, waarom die naveltreintje alleen is. En dan moet je heel ver bij uit de buurt blijven. Nou, vrienden, wij gaan ons opmaken voor de laatste 3 dagen van de BNB vol liefde. Allemaal veel plezier.